Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Trista en deze video ga ik een keer helemaal in het Nederlands maken. En dat voelt best wel een beetje onwennig, want dat heb ik dus nog nooit gedaan. Maar voor alles moet een eerste keer zijn. Ik ben op dit moment onderweg naar Marken. Dat is een eilandje dat bij Nederland hoort. En het is 50 minuten rijden vanaf Utrecht, dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg ver weg. Utrecht is waar ik woon. En ik ga eens rondkijken op Marken, wat er allemaal is en hoe het eruit ziet. En het zal vast wel heel erg idyllisch en schattig zijn. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dus ik ben op dit moment nog in de auto, maar ik ga het jullie allemaal laten zien. En ik ben benieuwd. We rijden op dit moment op de zeedijk. Links van ons, waar dus nu een dijk te zien is, zit water. Alleen dat is nu dus niet zichtbaar. En om zo meteen bij Marken te kunnen komen, moeten we ook een stuk over het water gaan rijden. Omdat het natuurlijk een eiland is. Dus daar zijn we nu bijna. En daar kan je ook zien dat er auto's rijden, of in ieder geval ik kan zien dat er auto's rijden. En dat is dus de dijk die we gaan oversteken om zo meteen bij Marken te kunnen komen. En daar in de verte kan je het dus eigenlijk al zien waar het de huizen staan. En een kerktoren kan ik ook zien. Dus we zijn er bijna. En nu rijden we op het eiland, op Marken. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik hier ben. Heel erg leuk om in eigen land weer iets nieuws te ontdekken. In 1957 is het eiland Marken verbonden met het vasteland door middel van een dijk. Daarmee is Marken nu geen eiland meer, maar een schiereiland. Ik sta op dit moment bij het oorlogsmonument van Marken. Het is een oorlogsmonument dat ons herinnert aan de Tweede Wereldoorlog. En ik ga het even laten zien. Dit monument is er om de mannen te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Die van Marken kwamen. En hier staan namen op van mannen die om het leven zijn gekomen bij een vliegtuigcrash. Op 29 maart 1943 is een vliegtuig neergestort in het IJsselmeer. En daarbij zijn 7 mannen om het leven gekomen. De namen van die mannen zijn te lezen op de betonnen paaltjes die ik zojuist gefilmd heb. Op dit moment zijn er, verdrietig genoeg, nog steeds ontzettend veel oorlogen aan de gang over de hele wereld. En het is verschrikkelijk om geliefden te verliezen op die manier of om zelf op die manier om het leven te komen. Dit monument staat hier om ons eraan te herinneren welke mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, maar ook om ons eraan te herinneren dat we elke dag ontzettend dankbaar mogen zijn dat we in die vrijheid mogen leven.
Op het eiland is basisonderwijs beschikbaar. Maar voor middelbaar of vervolgonderwijs moet je op het vasteland zijn. Daarnaast zijn er ook 2 kerken op het eiland. Er is 1 hotel met 7 kamers. Nou, ik sta nu bij de haven. Alles is ontzettend uitgestorven. Maar ja, wie gaat er nou ook nu een toerist uithangen, hè, met dit weer? Het is in ieder geval wel allemaal ontzettend schattig. Dit is een monument ter nagedachtenis aan een watersnoodramp die gebeurde in januari 1916 en ook wel de Zuiderzeevloed van 1916 wordt genoemd. Hierbij kwamen ook enkele mensen uit Mark om het leven. Dit is echt wel een plek waar veel toeristen heen komen, natuurlijk vooral in de zomer. Nu is het erg rustig, maar daardoor hebben ze bijvoorbeeld speciale parkeerplaatsen voor toeristen. Ik ben nu op weg naar de vuurtoren en die kan je ook al zien in de verte. Verder lopen, het is ongeveer 20 minuten lopen en dan tegen de tijd dat ik er ben, dan zie ik jullie later. Marken ligt in het Markenmeer, dat gescheiden wordt van het IJsselmeer door de Houtribdijk. Het IJsselmeer wordt gescheiden van de zee door middel van de Afsluitdijk. Nou, op dit bord staan allemaal leuke dingen over de vuurtoren. Onder andere waarom het vuurtoren het Paard van Marken heet en niet gewoon vuurtoren. En ook dat er niemand meer woont. Dus er zit een huisje naast, maar er woont niemand meer. Leuk dat je met mij op zoek wilde in Marken. Als je dit leuk vond, abonneer dan op mijn kanaal. Geef een duimpje omhoog aan deze video. En dan zie ik je graag de volgende keer.